Ik heb mijn hele leven gewerkt voor de Universiteit Utrecht. En hier achter mij ziet u het academiegebouw. Alle plechtigheden verbonden aan mijn werkzaamheden hebben in dat gebouw plaatsgevonden. Dat is eigenlijk het mentale centrum van de universiteit. En nu kun je heel veel negatief zeggen over de moderne universiteit. En laat ik een amusant citaat van Henry Kissinger geven. Die heeft ooit gezegd, er is geen enkele plek in de wereld waar zoveel intelligente mensen zich zo lang kunnen bezighouden met zulke totaal onbelangrijke dingen als juist aan de universiteit. En daar zit wel wat in. Maar daar gaan we vandaag geen aandacht aan besteden. We gaan vandaag aandacht besteden aan de wetenschappelijke functie van de universiteit en wel in het bijzonder van de Universiteit Utrecht. Welke grote wetenschappelijke successen heeft die Utrechtse universiteit in de loop der eeuwen geboekt. De Universiteit Utrecht viert zijn grote wetenschappelijke successen. In het bijzonder in deze Eijkmankamer. Hier bijvoorbeeld hebben we een reeks van foto's. Dit is van het Hof. Dat is de eerste winnaar van de Nobelprijs voor de scheikunde. Toen hij die kreeg, werkte hij niet meer in Utrecht, maar hij is onder andere begonnen in Utrecht. Hier hebben we Eijkman. Deze ruimte heet de Eijkmankamer. Eijkman heeft de Nobelprijs voor geneeskunde gewonnen in 1928. We slaan er wat over. En dan hebben we hier Veldman en het hoofd. Dat zijn de twee meest recente Nobelprijswinnaars van de Utrechtse Universiteit. Dan lopen we even door, want dan zien we ze op wat grotere schaal. U herkent hem nu wel. Dit is Veldman. En hier is het hoofd. Ze hebben samen de Nobelprijs gewonnen voor berekeningen aan de zogenaamde zwakke krachten. En nu is het aardige dat we vanmiddag een gesprek gaan voeren met Veldman. Ja, het lijkt wel broers. Wel nu, die Universiteit Utrecht in de 17e eeuw en ook eigenlijk in de 18e eeuw. Die was voornamelijk een onderwijsinstelling, zo moet u het zien. En het belangrijkste vak wat onderwezen werd was, het zal u vreemd in de oren klinken, maar toen was het volkomen normaal, de theologie. En het andere vak met gewicht was de geneeskunde. Zowel in de theologie als in de geneeskunde had Utrecht een hele goede reputatie. Even kijken hoor. Is dat zo'n grote? Is dit leuk? Top, ja. Dank u wel. Oké. U ziet het misschien al, we zijn in het Universiteitsmuseum. Laat ik eerst even duidelijk maken dat bij al dat onderwijs wat gegeven werd aan de universiteit, waren er wel degelijk ook onderzoekers en werden er experimenten gedaan. Maar een hoge vlucht neemt het wetenschappelijk onderzoek in de 19e eeuw en dan vooral in de tweede helft van de 19e eeuw, dan heeft men een onbegrensd vertrouwen in de nieuwigheden van de technologie en de wetenschap. In de eerste helft is nog een suffe boel, maar de tweede helft van de 19e eeuw, dat is de ware wetenschappelijke revolutie. En daarover gaat Leen Dorsman ons nu een en ander vertellen. Dag Leen. Maarten, ja. Goed om jou weer te zien. Ja, zo lang is het ook weer niet geleden, maar toch. Maar we zien elkaar dagelijks niet meer. Ik zal je even die handschoentjes geven. Ah, mijn Boudewijn-Buug-momentje. Precies, ja. Dat is wat we eigenlijk altijd willen als historicus. Ja, kletsmajor, die Buug, maar goed. Ja. Dat doen we nu even niet meer.
komen. Het is wel de vraag, kijk, ik kan mijn eigen handschoen al niet aankrijgen, maar hier begrijp ik helemaal geen donder van. Er zitten gewoon vier vingers en een duim in, Maarten. Je zei net, aan het eind van die 19e eeuw, dan gebeuren er ongelooflijk veel mooie dingen. En dit is een heel mooi verhaal. We hebben hier een hele mooie foto. En het grappige is dat op deze foto, dit is een bijeenkomst van een groep van hygiënisten, zoals dat heette. Dat is ook een heel mooi verhaal, want dat zijn natuurlijk mensen uit de natuurwetenschappen die proberen om die geneeskunde en die natuurwetenschappen in te zetten om een betere wereld te maken. En er zit ook, zoals je hier kan zien, Eijkman in. En dat is onze Utrechtse eerste Nobelprijswinnaar. Ja, 1928. Ja. En dat is een heel interessant verhaal. Ook omdat een lekkere baard, hè? Wat zei ik? Een mooie baard heeft. Ja. Dus Veldman heeft ook zo'n baard. Hij zou toch iets met die baarden moeten doen. Daar zit het in, ja, denk ik zo. Ja. Hij heeft de Nobelprijs gekregen eigenlijk vanwege de vitamines. Vanwege de ontdekking dat je, als je bepaalde vitamines niet regelmatig tot je neemt, dat je een hele reeks van wonderlijke kwalen krijgt. Ja. Maar wat het interessante is, en dat vind ik zo mooi ook om uit te leggen aan studenten over wat wetenschap eigenlijk is. Hij was op zoek naar de veroorzaker van beriberi. En hij kwam uit de wereld waarin ziektekiemen belangrijk, denk aan Pasteur en zo. Hij zocht naar ziektekiemen. En wat hij eigenlijk aan het doen was, hij was aan het zoeken naar iets waarvan hij niet wist wat het was of dat het überhaupt bestond. En dat is natuurlijk een heel ingewikkelde truc. Hij is gaan zoeken naar de veroorzaker van de beriberi. Hij heeft onderzoek gedaan in Nederlands-Indië. Met een heel team van mensen heeft hij niet kunnen vinden wat het nou was. Totdat er bij zijn laboratorium iets heel bijzonders gebeurde. Namelijk de kippen die daar gehouden werden bij het ziekenhuis waar zijn laboratorium was. Die gingen rare verschijnselen krijgen van de beriberi. Dat is een soort ziekte dat je niet meer goed op je benen kan staan. Je wordt enorm zwak en dergelijke. Wat gebeurde? Die kippen werden ziek en hij dacht, nu ben ik er. Dus hij ging dat uitzoeken en kon niks vinden. Nog eens zoeken, kon niks vinden. Een paar weken later gingen die kippen beter worden. Toen dacht hij, nu ben ik helemaal in de buurt, want nu moet er een omslagmoment zijn. En we zijn ze gaan zoeken hoe dat kwam. En wat bleek, er was een andere kok gekomen in het ziekenhuis. En die kok die had het eten dat over was aan de kippen gevoerd, zoals zijn voorganger ook had gedaan. En die voorganger die had geslepen rijst op het menu staan. En die vliesjes moet je eromheen laten zitten. Precies, ja. En die vliesjes werden er afgeslepen omdat daar zit vocht in. En als je die bewaart in de tropen op grote bergen rijst, dan gaat dat binnen een paar weken gaat dat schimmelen. Dan heb je niks meer aan. Dus slijpen ze dat. Maar dan gaat meteen die stof die daarin zit, die verdwijnt. En toen zijn ze erachter gekomen dat in dat vliesje iets moest zitten dat beriberi kon bestrijden. Een levenskrachtding en dat hebben ze toen vitamine genoemd. Ja, dan moeten we nog even hier, dit is ook leuk, toch? Ja, dat is de Nobelprijs. Ten eerste valt ons op dat Nobel precies zo'n snor heeft als jij. Ja, dus je weet wat er gaat gebeuren. Ja, ik begrijp dat dat geen toeval is. Zal ik dat verhaal van Nobel nog even vertellen of niet? Of vinden jullie dat niet leuk? Nee, duurt te lang. Duurt te lang, oké. Okay. Er is een ontzettend leuk verhaal over Nobel, dat duurt te lang voor Van Rossum verteld. Maar ik beveel u aan, lees even het lemma in de Wikipedia over Nobel, want dan leest u direct hoe leuk dat verhaal is. Ja. Klaar? Zijn we klaar? We zijn klaar, denk ik. Oké. Okay. Tja, die Nobelprijzen, daar zal ik u nog eens iets eigenaardigs van vertellen, terwijl ik het museum weer verlaat. Want waarom heeft Nobel die prijzen ingesteld? Dat is al een heel raar verhaal. Hij had ook een broer. En die broer was overleden. En Nobel woonde in die tijd in Parijs. En men dacht dat Nobel zelf was overleden. En in de kranten stonden dus grote stukken over de overleden Nobel. En die stukken waren allemaal even kritisch. Want die Nobel die had de wereld niets dan onbeschrijfelijk ellende bezorgd. Met de uitvinding van het dynamiet. En daardoor was Nobel zo geschokt dat hij dacht, ik moet een soort compensatie bieden. En die heeft toen zijn testament veranderd en besloten dat hij zijn enorme vermogen ter beschikking zou stellen aan die prijzen. Want de kern van de prijs is dat die verleend wordt aan iemand die iets heel nuttigs heeft gedaan voor de mensheid. Het is nog een interessante vraag wie nou eigenlijk echt de Utrechtse Nobelprijswinnaars zijn. De universiteit gebruikt een kort lijstje, Eijkman, Veldman en het hoofd,
Maar er is ook een veel langere lijst. Daar staan 13 verschillende namen op. Daar staat onder andere ook op, daar bent u vast verbaasd over, W.C. Röntgen. De ontdekker van de naar hem genoemde straling waarmee wij in feite in ons binnenste kunnen kijken. U ziet het hier aan zijn wellicht eigen hand die hij met die röntgenstralen doorgelicht heeft als het ware. Maar als we nou goed kijken, dan zien we dat Röntgen in Utrecht heeft gewoond van 1863 tot 1865. Van zijn 18e tot zijn 20e. En wanneer heeft hij die straling ontdekt? In 1895. Dus het is echt totaal onzinnig om Röntgen een Utrechtse Nobelprijswinnaar te noemen. Dat doe je alleen maar als je, nou ja, als je het allemaal zo deftig en zo geleerd mogelijk wil maken. Maar met de werkelijkheid heeft dat geen enkele relatie. Overigens, wat met de werkelijkheid ook geen enkele relatie heeft, dat zijn deze plaatjes rond Röntgen die helemaal niets met Röntgen te maken hebben. Edelweiss, een alpenlandschapje, een kwiekenvos, narcissen, klaprozen. Raadselachtig. De zon is ondergegaan en we zijn in Bilthoven en daar ga ik even praten met Martinus Veldman over het ontvangen van de Nobelprijs. The Royal Swedish Academy of Sciences has awarded the 1999 Nobel Prize in Physics jointly to Professor Gerardus Toft, University of Utrecht, the Netherlands, and Professor Emeritus Martinus G.J. Veldman Bilthoven, the Netherlands, for elucidating the quantum structure of electroweak interactions in physics. Yeah. Dan maken die dingen maar eens in 100 jaar open. En dit is wat je krijgt. Dat is pakweg de oorkonde. Oh, juist, ja. Dus ik vind dat ze het wel mooi gedaan hebben, toch? Oh, ze doen hun best. En dit, ze vragen dus altijd een kunstenaar om dit te doen. Oh, die maakt voor elke keer iets. Mijn vrouw heeft dat overgenomen als we hier op de grond kijken. Oh ja, maar ratje. Ah, u zit eigenlijk op de... Op de Nobelkunst. Nee, ja, en maakt u het één keer per jaar open? Of, Nee, misschien al 5 jaar geleden dat ik er naar gekeken heb. Oh, dat is toch wel leuk dat u nou weer even, dat u het weer even ziet eigenlijk. Ja, en hier hebben we dus de Nobelmedaille. Die krijg je er ook bij. Ja, die hebben we hebben vandaag die van Eijkman bekeken, de Nobelmedaille. Die is van 1928. Daar is die. Ja, meneer Veldman, u heeft de Nobelprijs gewonnen, samen met de collega het hoofd. Voor, leerling, oud-leerling. Ja, voor een ja, natuurkundig principe wat met de zwakke krachten van doen heeft. Ja. Ik hoop dat ik dat dan nog goed heb geformuleerd. Ja, dat is heel prima. Okay. Het is ingewikkeld genoeg, maar laat ik het proberen uit te leggen. Ten eerste zijn die zwakke krachten eigenlijk min of meer recentelijk ontdekt. En de reden dat het zo is, is dat ze juist zo zwak zijn. In 1961 vertrok mijn toenmalige promotor hier, een meneer Van Hoven. Die werd gevraagd voor CERN en die vertrok naar CERN en ja, nam die mij mee. In die tijd begon er juist een nieuwe detector op te komen en dat was de vonkenkamer. Nou, de vonkenkamer moet je zo voorstellen, je hebt twee platen, ja, van metaal en daar zet je een geweldige spanning tussen. En dan komt er een deeltje en dat deeltje dat gaat daar doorheen en een deeltje dat door de lucht heen gaat, dat ioniseert de lucht. En dan gaat er op de plaats waar dat deeltje passeert, springt er een vonk. En als je nou een stel van die dingen naast elkaar zet, dan krijg je dus een spoor te zien als daar een deeltje doorheen gaat. En ik herinner me, ik was daar zo gefascineerd door.
Want de eerste, dat experiment begon te lopen en ik zat daar op de grond en ik zag daar die, al die vonken aan. Ik dacht, Jezus Christus. Ja, dat was mooi. Dus hoe werken die dingen nou in de praktijk? Wel, je zit daar te kijken. Je zit te kijken naar al die vonkkamers. Dus hier komt niks in. En dan opeens zie je hier een stel deeltjes weggaan vanuit een punt. Dat moet je bestuderen. Je moet zien of die reacties een patroon vertonen, hoe dat ze eruit zien. Dan ga je daar met volle kracht met theorie en experiment op los. En tenslotte schilder je dan een theorie waarvan je denkt dat hij alle feiten beschrijft. En in welk jaar was dat? 1971, 72 in die koers. Okay. Zee, en toen u hem tenslotte kreeg, was u toen blij verrast? Was het, en hoe ging dat? Ik bedoel, word je 's ochtends om 7:30 gebeld? De telefoon ging hier ruwweg om 11:30 en dat was het tijdstip waarop de Zweden tot een besluit kwamen. Thank you. Thank you. Of course. Sure. En was u dus toch, dat toen u hem kreeg, dat u dacht van, toch? Kijk, daar zit je dan vanaf 1971 tot 1999. Dat is een lange tijd. Dat is een mensenleven. Dat kun je een dag volhouden. Een dag kun je, 2 dagen, een jaar. Maar niet 20 jaar, niet 25 jaar. Dat maakt je hele leven kapot. Mm-hmm. Dus u had het gewoon een beetje uit uw hoofd gezet? Tuurlijk. En onderdeel daarvan was ook dat ik vertrok naar Amerika en bij wijze van spreken een nieuw leven begon. Ja. Maar dan is het natuurlijk, als je hem dan tenslotte toch krijgt, is het effect wel extra opwekkend. Ja, dat hangt er maar vanaf. In mijn geval, toen ik hem dus kreeg, letterlijk, ik stond hier in de kamer en de telefoon ging enzovoorts. Ik sloeg dus volledig dicht en dat heeft die toestand van volledig dichtgeslagen zijn, die heeft, het ging allemaal als langs de koude kleren heen. Ik heb daarmee gezeten. Je danste niet door de kamer heen? Nee. Nee. Nee, helemaal niks. Nee, dat is, ja. En ik herinner me ook precies het moment dat dat metselwerk wegviel. Het was op het podium in Zweden toen de koning mij die medaille overhandigde. Dacht u wel van zo? Dacht Jezus. Ja. Ja. Wij zijn nu weer, vandaag zijn we gestart in het gebouw in de aula en in het academiegebouw. En nou ja, daar hangt uw portret. Er hangt het portret van Geert het Hooft. En heeft u het gevoel dat u hem namens Utrecht heeft gevonden of eigenlijk helemaal niet? Nee, ik heb hem namens niemand gevonden. Okay. Ik bedoel, ik denk eigenlijk nooit in termen van Nederland versus de rest. Hmm. Ik heb 2 jaar in Genève gewoond, een aantal jaren in Frankrijk, een aantal jaren in Amerika, ook in Californië en God weet wat allemaal. En, dus u ziet uzelf eigenlijk veel meer als een onderdeel van een internationaal gezelschap van fysici? Ik voel me niet zo. Ik, met de Utrechtse Universiteit zijn mijn ervaringen ook geschakeerd. Ik heb hier rottige dingen meegemaakt en plezierige dingen. Maar het is... Ik voel niet speciaal dat ik aan de Universiteit van Utrecht iets verschuldigd ben naar links of naar rechts of wat dan ook. Ik heb 2 conclusies uit wat we vandaag hebben gehoord en gezien. En uit wat ik heb opgestoken uit het gesprek met Martinus Veldman. Dat is in de allereerste plaats dat de Nobelprijs, het ontvangen van de Nobelprijs of het niet ontvangen van de Nobelprijs is een vloek en een zegen tegelijkertijd. Als je vindt dat je moet krijgen en je moet maar wachten en wachten en wachten, dat is lastig. Daar moet je een soort van psychische bescherming voor opbouwen. Maar als je hem dan natuurlijk eenmaal krijgt, is dat toch wel een zaak die veel voldoening geeft. En
Het wonderlijke is natuurlijk dat al die universiteiten mooie sier maken met die personen die een Nobelprijs hebben gewonnen. Maar dat Veldman juist heel duidelijk maakte, het heeft niks met die universiteiten te maken. De wereld van de fysici is een puur internationale wereld. Martinus Veldman.